Bon dia naar Curaçao. Bon dia, Curaçao. Ik hoop dat jullie een leuke dienst hebben gehad tot nu toe. Ik espero dat jullie een tremendous exhibition hebben gehad aquí. En nogmaals, Tommy Wa hier met mijn goede broer hier, Eldrin Rojas. Om je maas, Tommy Wa en Eldrin, om te komen. En om jullie het woord van God te brengen. En zover zijn we allemaal bezig in het boek van Lucas te lezen. En ik hoop dat je eigenlijk lekker bezig bent om te zien wat voor mooie inzichten over Jezus zijn in de Bijbel. Niet te spelen, hoe was dat dat in Lucas, hoe was ik in Bijbel te bezig. En vorige week hebben we gesproken over echt een vrouw van de missie en hoe hij God alle vrouwen gebruikt. En we hebben ook gekeken in Lucas 2 en 3 en Lucas 1 gezien alles over Jezus. En we hebben het boek van Lucas 2, 3 en Lucas 1 toegestoken aan Jezus. En nu vandaag gaan we naar hoofdstuk 4. Ja, we gaan bij kapitel 4. En we gaan dan hoofdstuk 4 lezen over de Heilige Geest. Ja, we gaan in kapitel 4 naar beneden lezen. En ik wil jou vast een vraag stellen. Ik heb je vast een vraag. Wat is de vervulling van je leven? Kijk wat wat vult je leven? Kijk wat het propósito is dat je naar boven. En de Bijbel zegt in Lucas 4, gaan we lezen naar wat vulde in Jezus. Zie Lucas 4, kijk wat je nou in Christus. En in vers 1, de Bijbel zegt. Versículo 1, de Bijbel zegt. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus terug van de Jordaan. En geleid door de geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. En het is zo mooi om te zien hier aan het begin van deze vers dat Jezus gevuld was van de Heilige Geest. Het is een bonito paar de versículo aqui com Jesús está lleno com Espíritu Santo. En dat brengt me met één vraag. Als Jezus gevuld was of vervuld was van de Heilige Geest. Si Jesús está lleno con Espíritu Santo. Wat betekent dat met ons te maken? Zijn wij ook vervuld van de Heilige Geest? Hoe heeft Jezus de Heilige Geest gekregen? Con Jesús ajá el Espíritu Santo. Kijk in Lucas hoofdstuk 3. Vamos para Lucas 3. Terug naar waar we vorige week waren. En in vers 21. Bijbel zegt daar, heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Amen. En wat we zien is dat er is alleen maar één manier om de Heilige Geest te krijgen. Aquí nos vamos a mirar con una manera só para el Espíritu Santo. Door de doop in Christus Jezus. Door de bautismo in Christus Jesus. Dus als je niet gedoopt bent in Jezus Christus. Y si por no te bautizar en Jesús, dan heb je niet de vulling van de Heilige Geest. Y significa que por no te llenar con Espíritu Santo. En als je dat niet hebt, y si por no tienes él, de vraag is, wat heb je dan? Pregunta está, ¿qué que por tienes tú? Want er is alleen maar één geest. Pas op dat tien un solo Espíritu. Dat heilig is. Con el Espíritu Santo. En dus de opposite daarvan. Lo que está opuesto de je. Is eigenlijk ook een heilige geest. Con algo que está no espiritual. Dus mijn titel van vandaag. Mi título de ahorita. Vervuld van de Heilige Geest. Llena con Espíritu Santo. Of vervuld van een onheilige geest. Op llena con no espiritual. Vervuld van de Heilige Geest. Of vervuld door onheilige geest. Niet heilige geest. Ja, llena con Espíritu Santo. Of no tiene Espíritu Santo. En dus als we kijken, ja, Jezus had zo'n Heilige Geest. Jezus had een Heilige Geest. Jezus had geen Espíritu Santo. Kijk wat er gebeurt met de Heilige Geest. Maar als we kijken naar de Espíritu Santo. In vers 3. Versículo 3. De duivel zei tegen hem. Als u de zoon van God bent, beveel de steen daar in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde. Er staat geschreven. En mens leven niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats. En liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook die roem die ermee gepaard gaat.
want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u een aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven. Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen Hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal Hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten en een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. En Kerk zegt, amen, Iglesia Bisa. Jezus werd hier op de proef gesteld door de duivel. Amen. Jesus, con el Señor, a ser poner una prueba door die Satanás. En dus wat is Satan aan het doen? Hij is een verkeerde geest aan het gebruiken om Jezus te leiden. Amen. ¿Qué Satanás está haciendo aquí, nana? Entonces hay un espíritu robés para purba die a desviar Jesús. En dus we zien dat er twee geesten te werk zijn. Sí, aquí en este momento con el dos espíritu da en dat waren ze. Zit dan aan de rollen word ik. Dus één geest van Heilige Geest. Un espíritu de Espíritu Santo. En andere geest is een duivelse geest. Sí, otro espíritu de Espíritu Malo. En de duivelse geest probeert Jezus te verleiden. En je Espíritu Malo te proberen die desviar Jesús. En wat doet de duivelse geest? Maak even brood van steen, zegt de duivel. Kijk, Espíritu Malo da bisa Jesús para hacer un piedra pan. Maar weet je waarom? Wat zat die kom? Omdat Jezus na 40 dagen vastte. Pasó Jesús estaba ayunando para 40 días. Als je brood eet na 40 dagen vasten. Si vos comes pan después de 40 días de ayuno. Het brood in jouw buik gaat in één keer gaan zwellen totdat je eigenlijk dood gaat. Que el pan de vos toma lo hincha te ora vos morir. En dus wat was de antwoord van Jezus op deze beproeving? En kijk dan wat de respuesta de Jesús proeve zaken. Wat was de antwoord van Jezus om niet verleid te worden door een duivelse geest? Kijk de respuesta de Jesús para no desviar para el espíritu de Satanás. Zijn antwoord was vanuit de vulling van de Heilige Geest. Que su respuesta estaba llenada de Espíritu Santo. En zijn antwoord was, er staat geschreven. Y su respuesta está Taski B. Het staat geschreven. Het Taski B. En dat is mijn eerste punt voor jullie vandaag. Je zit mijn primeer punt op aan, weta. Is heel simpel. Het is heel simpel. En dat Jezus zei, er staat geschreven. En dat punt is, het is geschreven voor een reden. Zie je punt dat het is kibi voor een motivo. Het is geschreven voor een reden. Het is kibi voor een motivo. De Bijbel is zo geschreven dat dat is eigenlijk de woorden van de Heilige Geest. De Bijbel is woorden, dat is de manier dat de palabra van de Espíritu Santo. En in de Bijbel we zien dat Jezus alle woorden van Deuteronomium gebruikt om tegen de duivel te gaan. We zien dat ze gewoon, Jesús usa de palabra van Deuteronomium para contra de Satanás. Dus wat betekent Deuteronomium eigenlijk? Que significa Deuteronomio en realidad? Het betekent in Hebreeuws. Het significa in Hebreo. Woord van God. Palabra de Dios. Tweede wet. Die dos leyes. Tweede wet, woord van God. Die dos leyes, palabra de Dios. Dus als we op Curaçao nu zijn. Ik ook nog steeds naar Curaçao hoor. En ik zie in het nieuws. In de wagna notitia. Dat eigenlijk in het kabinet werden bijna ingestemd voor homohuwelijk op Curaçao. Pero se mira que en el gabinete de casa están votando para homosexual en casa. De vraag is. En pregunta está. Is dat een zet van de Heilige Geest of een duivelse geest? En pregunta está. ¿Es esto algo de Espíritu Santo of de Espíritu de Satanás? Tijdens deze coronacrisis. De tempo de crisis de corona. Ik vind het niet raar. Ik vind het niet raar. Ik vind het niet raar. Maar de duivel denkt van oké, laat ik er even homohuwelijk tussenin stoppen. Zie je, Satanás is een beetje die pusha homoseksualisme. Maar weet je wat Jezus zei? En dan spreekt hij Jezus op Bisa. Staat geschreven. Kijk Jezus op Bisa, het is kibi. Weet je waarom? Wat staat die kom? Wat geschreven is van God. Lo que es kibi de Dios. Staat boven het woord van de duivel. Kuta surpassar la palabra de Satanás. Wat geschreven is door God.
Toen ook dat gebied door Dios staat boven het woord van de mens. Wat er geschreven is, dan het woord van God. Toen ook dat gebied die palabra de Dios staat boven. Daar arriba, daar para arriba. Punto. Punto. Staat gewoon boven. Daar para arriba. En dus als Jezus hier het woord van God gebruikt om tegen de duivel te gaan. Si Jesús con el Señor usa palabra de Dios para usar contra Satanás. Dat betekent twee dingen. Dat significa dos cosas. Dat betekent dat God waar moet zijn. Dios está verdad. En als God waar is, y si Dios está verdad, dan moet zijn woord waar zijn. Significa que su palabra está verdad también. En als zijn woord waar is, y si su palabra está verdad, dan moet God ook waar zijn. Significa que Dios está verdad también. Want anders had dit woord niet geholpen tegen de duivel. Si no, la palabra no lo va a ser usada contra Satanás. We leven in een samenleving van onzekerheid nu. Oké, ook in onze ruimte de inseguriteit. Weet je waar dat vandaan komt? Wat dat die jongeren zeggen binnen? Niet gevoeld zijn van de Heilige Geest. Door die nota je na de Espíritu Santo. Omdat we vervuld zijn door de duivelse geest. Ook in onze je na de Espíritu de Satanás. Wanneer mensen in twijfel zijn over hun seksualiteit. Kijk, we horen een moment beginnen te doen die naar seksualiteit. Oh nee, ik ben geboren homoseksueel. Si no, maar nace homoseksual. Ik ben geboren LGBTH. Maar nace LGBTH. Ben ik geboren. Si, dat is maar nace. Wat je bent, heeft niks te maken met wie je bent. Wat je bent, heeft niks te maken met wie je bent. Sí, lo que botar significa quién botar. Want de seksualiteit heeft niks te maken met wie je bent. Wie we zijn komt van de palabra de Dios. Quién botar no tiene que ver con sexualidad. Quién botar también viene a base de palabra de Dios. En daarom was Jezus van, hey, ik ga me niet identificeren met eten. Pensei, Jesus, eu pensei, não, eu identificar me mesmo com comida. E o que Satanás está fazendo? E o que Satanás está fazendo? Probeer Jesus, então, a leiden naar een hooggelegen plaats. Sim, que é verdade, porque guia Jesus na uma posição alta. E Satanás está dizendo, eu geef je alle koninkrijken. E Satanás está dizendo, eu vou dar tudo em reino. De vraag die we moeten stellen. Sim, e pergunta que nós temos que fazer. Wie heeft jou geleid naar een hoger plaats in jouw leven? Quem guiava na un lugar alto de movida? Heeft Satan jou geleid? Si da Satanás a guiava? Of heeft God jou geleid? Of da Dios a guiava? Jezus zei nog een keer. Jesus abriu sua mão. Er staat geschreven. Está escrito. Er staat geschreven. Está escrito. Aanbid alleen je God. Me adora Dios só. Er staat geschreven voor een reden. Maar het is geen bieb om het diebo. In al deze beproevingen van Satan. De cultuur is proeven naar Satanás. Wat Satan wilde doen was twijfel brengen in wie Jezus is. Satan wilde twijfel brengen in wie Jezus is. Satanás kan doen dat in bo die kan Jezus staan. In vers 3 zegt het. In versículo 3 zegt het. Als u de Zoon van God bent. Si bo dat is jullie Dios. In vers. Vers 10, vers 9 zegt het, als u de Zoon van God bent. Versículo 9, vers 10, vers 10, si bota en jullie Dios. En in vers 7, als u in aanbidding van mij neervalt. Si, en versículo 7, vers 10, si bo hinca buru diabami. Dus elke keer brengt Jezus als in het leven van, sí. Brengt Satan als in het leven van Jezus. Zeker, maar Satanás blotrece si bota, zegt Jezus. Veel te vaak denken we dat onze identiteit heeft te maken met allerlei andere dingen zoals seksualiteit, geld, opleiding en zo enzovoort. Zit hier onze broer, onze mens, onze identiteit die te maken met zijn seksualiteit en studie. Maar wat we zien is dat Jezus liet zijn identiteit niet afhangen van eten. Ja, zo meer ik naar Jezus, dat is onze identiteit. Identiteit. Sí, su identidad ser brua, motivo de comida. Hij liet het niet afhangen van of hij iets zou krijgen. Of die algo que proganha, material. Hij liet het niet afhangen van eigenlijk dat hij God ging testen of niet. Of het pone Dios na prueba. Hij liet zijn identiteit afhangen van het woord van God. Sí, su identidad basada en palabra de Dios. Er is niks goeds wat van de duivel komt. Dat hij nada bom komt binnen die Satanás.
Vraag aan jou vandaag. Je pregunta naar Bozo da Awe. Leef je als het geschreven is? Of leef je alsof het niet geschreven is? Wordt het bibando manera taskibi? Of wordt het bibando manera que no taskibi? Want op basis daarvan zal je zien wie jou aan het leiden is. Op basis daarvan zullen we zien of je vervuld bent van de Heilige Geest of vervuld bent van de demonische geest. Op basis de C, zal je focus op de guiado door de Espíritu Santo of de guiado door de Espíritu de Satanás. Want de duivel kan niemand ooit naar boven leiden. Zeg, Satanás nunca potrá ser un arriba. En de duivel kan alleen maar mensen leiden en hun laten denken dat ze naar boven gaan. Sí, Satanás solamente pone un querer que vos te llega alto. Kijk wat de Bijbel daar zegt, nogmaals in vers 5. La más boa aquí con mi amas que cubierta de pisana versículo 5. Toen bracht de duivel hem naar een hoog gelegen plaats. In de Bijbel zien we wanneer hoge plaatsen genoemd worden. In de Bijbel is een miracle. Si lugar más alto está ser nombrado. Dit te maken met afgoderij. En we zien daar dat is eigenlijk de issue van Satan. Je ziet het probleem in Satanás. Wat de duivel doet is, hey, als je mij aanbidt, zie ik je Satanás aanbidden, si bo adorami, dan geef ik je alles. Kom je met de naam Turgos. Maar onze Vader God, y no tata Dios, de Heilige Geest zichzelf is, con ta Espíritu Santo mes, die zegt, ik geef je alles. Y esta pieza comienza a donarlo Turgos. En jij kiest maar om mij te aanbidden vanwege wat ik jou gegeven heb. Y ahora escoge si vos adorarme a base de tu lo que me donaron. En dat is een vader. Y ese es un tata. Een vader koopt de liefde van zijn kinderen niet. Un tata no te compra amor de su yuna. Un padre dice, ik geef alles, je mag zelf bepalen of je mij wil aanbidden of niet. Un tata te doet naar Turcos, pero te queda naar Abos y puede adorar. Maar de duivel zegt, aanbid mij, dan geef ik je wat. Y el Satanás empieza a adorarme y ahora me da donado. Wat was Satan's issue? ¿Qué es el problema de Satanás? Afgoderij. Idolatría. En hij dacht van, oké, als ik Jezus verleid naar afgoderij. Dat pensa dat si me por desviar Jesús na idolatría, dan is Jezus niet meer geleidende geest. Je ziet dan niet meer Jesús no te orgía door de Espíritu Santo más. Dan wordt de geest, de duivel, wordt Jezus nu geleid door afgoderij en brengt Jezus de eerste en grootste commandement. Afgoderij. Sí, que ve, lo que te hace es que Jesús na idolatría y te quiebra el primer mandamiento que te papa tocante idolatría. En we zien daar nogmaals in vers 12. En als we meer zeggen, we gaan maar in versículo 2. Zegt hij, stel de eer je God niet op proef, zegt Jezus. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Stel onze God niet op de proef. No pone vos Dios na prueba. Weet je wie we op de proef moeten stellen? Was dat kind nog eens na prueba? We moeten onszelf op de proef stellen. Nos mensen ponen nos mes na prueba. We moeten ook onszelf op de proef stellen en ook alle geesten die we overal zien. Sí, nos mensen ponen nos mes na prueba y tu sobra espíritu na rodolinos. Want waarom? Die kom. God hoeft niet getest te worden. Pas op, Dios no mes terse ponen na prueba. Nee, we moeten onze God vertrouwen. Tenía que nos mensen confía en nos Dios. Dan vraag je jezelf af, hé, hey, maar dat gaat niet over mij, ik heb geen ogen liggen plaats, ik vertrouw 100% op God en ik hoef niet, ik hang niet van eten af. Kijk, we hebben visto que no, a mí no tiene problema con lugar alto, mi estima Dios y mi no tiene problema tampoco con comida. Er zijn drie hoge plaatsen in het leven van iedereen in de wereld nu. Tien tres lugar alto de su vida ahora. Geld. Sen. Oh nee, ik maak me geen zorgen over geld. Ja, is je baan. Wat heb je zo over? Het portaal is ook. Nou, ik zie dat het probleem hoor ik hier op het trabouw. Macht. Poder. Oh nee, dat is niet. Macht is niet mijn issue. Well, vind je het moeilijk om controle los te houden? Zeker, maar. Het portaal is poder. Dat kost, maar het is een probleem met controle. En de derde is seksualiteit. En de andere is seksualiteit. En daarmee zit drugs en alcohol erbij. Y así no voy a agregar drogas y alcohol.
Als het woord van God niet bepaalt wat je seksualiteit is. Si la palabra de Dios no determina qué es la sexualidad. Dan word je geleid door een verkeerde geest. Ahora vas a ser guiado por el espíritu. Dan word je geleid door een duivelse geest. Y vas a ser guiado por el espíritu de Satanás. Als het woord van God niet bepaalt wie de macht heeft. Si la palabra de Dios no determina quién tiene poder. Dan is de macht niet bij jou meer, maar is bij Satan. Si significa que poder no está cerca de más, está cerca de Satanás. Als het woord van God niet bepaalt wat je rijkdom is. Wat je rijkdom is. Als het niet bepaalt wat de rijkdom is. Dat het betekent dat eigenlijk de rijkdom die je nu hebt door een duivelse rijkdom is. Vandaag wil ik je uitdagen. Laat je leiden door de Heilige Geest. Hoe zou je geleid worden door de Heilige Geest? Como puede ser guiado por el Espíritu Santo? Lucas 3:21 zegt dit. Lucas 3:21 dice. Jezus werd gedoopt. Que me Jesús ser bautizado. Ben je gedoopt vandaag? Wordt bautizado hoor. Toen Jezus dood ging en opstond en naar de hemel ging. Tempo que Jesús a morir en la lanta en la paisielo. Zijn laatste opdracht was. Su último encargo da. Discípulo, maak discípulo. Mijn discípulo. Doop de discipelen die je gemaakt hebt. Bautiza de discipelen aan Cuba Crea. En leer ze gehoorzamen wat ik allemaal heb opgedragen. Y sienan para obediente todo lo que hacía vos. Om op Curaçao. Riba Casal. In Nederland. Na Holanda. Overal ter wereld. Mundo completo. Om de issues die we allemaal meemaken uit te drijven. Para todo el problema que estamos expresando para nos corregunar. Moeten we bekeren en gedoopt worden om de Heilige Geest te krijgen. Weet je waarom? Als ze dat niet doen. Dan worden we niet meer geleid door de juiste Geest. En dan moeten we onszelf afvragen. Wie leidt ons dan? En dan ben ik met mijn tweede punt. Je aanbidding bepaalt je leiderschap. Bo adoración ta determina bo liderazgo. Yo ambien bepaalt je leiderschap. Que me bo adoración ta definir bo liderazgo. We zien hier dat eigenlijk de antwoorden van Jezus altijd er staat geschreven. Que me se nombre que nada con Jesús se respuesta siempre está estás que bi, of está paras que bi. En elke keer was het van, weet je, nee dankjewel, nee dankjewel, nee dankjewel. Elke keer was Jezus van, nee dankjewel Satan, nee dankjewel Satan, nee dankjewel. Toen ja, Jezus zei, no dankje, no dankje, no dankje. Ik geloof dat Jezus had liever niks, en wel God, dan alles, maar geen God. Ik denk dat Jezus dat hij niet had, maar God, en niet had God, en niet had God. En alles wat wij zien in de wereld is een issue van aanbidding. Kijk, als je het ook nog steeds in de wereld hebt, een probleem van adoratie. Wie ben je aan het bidden? Quem wordt adorando ahora aquí? En nogmaals, je aanbidden bepaalt je leiderschap. Quem wordt adoración definir o determinar tu liderazgo? En eigenlijk degene die jou leidt is degene die baas is over jou. Y en realidad es un que te guía o es un que te dueño. We leven in een samenleving waarbij we vinden het veel belangrijker om te genieten dan eigenlijk om iets te hebben wat kostbaar is. Sí, en la danza mi van un vida camina más para disfrutar en vez de ti algo que tiene valor. En dat is wat Satan probeert te doen hier. Y lo que Satan hace prueba de hacer aquí nada. Probeert hij daar in vers 6 en 7. Ik heb dat piece aquí nada en versículo 6 y 7. En zei hij praat van, oké, ik geef je alle koninkrijken. Alles geef ik je. Ik heb dat piece aquí nada comida de nabo tu reino de mundo, tu. Weet je waarom? Wat zei die kom? Jezus, je hoeft niet naar het kruis te gaan. Kijk, de pisaan Jezus en in relaat, maar no missen bij de kruis. Je hoeft niet zoveel pijn te lijden. Je kunt gewoon, ik geef alle koninkrijken. Maar no missen zoveel, hopie. Je doet nou turkos. De vergeef van deze mensen, je hoeft dat niet hoeven te doen. Je geeft alle koninkrijken. Zie, perdonar is niet het importante. Je doet nou tu reino. Maar Jezus zei van, nou, ik heb liever niks, maar God wel. Maar Jesús se prefiere misa, mi te prefiere de invitar, no tiene nada, pero Dios sí. Weet je waarom? Wat zei die kom? Als hij alles had gekregen van de duivel. Als indien dat hij alles had gekregen van de duivel. Wat zei die kom? Als hij de haaien, turkos, die Satanás.
Weet je wie die baas over Jezus zou zijn? Was dat kennelijk dat donker over Jezus? Dat zou de duivel baas zijn over Jezus. Jezus, Satanaas wil dat donker over Jezus. Maar Jezus zegt, ik heb helemaal niks! Ik heb mijn zussen bezig, ik ben verder door die nada. En heb ik nog steeds de leiderschap van God over mijn leven. Pero mi tiene liderazgo de Dios en mi vida. Onze levens zijn net zoals schilderijen. Nos vida también es como una cuota verf. En zo'n schilderij is met zo'n doek. Zo'n doek, je hebt een doek. Bieden te manieren, en dan moet dat pinta, een quadro. En zo'n doek heb je allemaal, heb je verf, heb je kwast, je hebt alle verschillende verven. Ik ben bijvoorbeeld pinta, bijvoorbeeld in verf, in kwastje, in toestel, in kolom. Heel vaak zeggen we, God, geef me dat kwastje. Ik hoop bij jou, dan zo'n bieden, Dios, tunami en kwastje. God, geef me al die verf, man. Tunami en pintura. Het doek is van mij. En panja, dat die me. Het van mij. Dat die me. Maar ik ga mezelf mijn eigen leven tekenen. En mijn meester bij Piet en mijn meester Bida. Maar weet je wat we gaan? Wat je wat daarmee gebeurt? Ik was eigenlijk het als onze idee. Wanneer het fout gaat, oh, ik heb een ander kwastje nodig. En je hoort bij Robert en je zegt, ah, mijn meester is nog een kwastje. En dan zegt de duivel, ik heb een kwastje voor jou. En je zegt, nou, ik doe een kwastje voor jou. Oh, je hebt een kwastje hier met een, en dat is een mes. Je ziet, je hebt een kwastje hier, maar het is een kutsu. Degene die ons leven moet tekenen. Es un cutingo en dat pinta nos vida. Is God. Dat Dios. Het is gek als een schilderij zegt, ik teken mijn leven zelf. En dat quadra si un pintor dice que mita pinta mi mes vida. Zelfs Jezus zei, weet je dat, er staat geschreven. Jesus mes ta pisa, ta paraski bi. Vandaag, wie ben je aan het bidden? En Yahweh, quien wordt adorando? Wie ben je aan het bidden? Quien wordt adorando? Want Joshua, Caleb zei in Joshua 42. Caleb. Si Caleb avisa den Joshua, 42. Hij zei die, hey, ik weet niet wat jullie kiezen, maar voor mij en mijn gezin, wij gaan de Heer aanbidden. Si, er avisa a mi nosa, que hemos lo escoge, pero a mi familia lo adora Dios. Ik wil je vandaag uitdagen. Ja, mi quiere de bozo. Hoe ben je aan het aanbidden? King wordt adorando Awe. Misschien denk je nou, ik heb God niet nodig. Wat hebben we bezig nou? We pensando over. Dat is oké. No me sirve Dios, pero ya, es cierto, okay. Weet je wat Satan doet? Kiko zit daarnaast, zit daarnaast. Geef me jouw aanbidding. En dan Satanás zit daarnaast, zit daarnaast. En hij brengt je naar een hooggelegen plaats. Y está en un bajo en un lugar bajo, alto, pero bajo. Maar het is een neppe hooggelegen plaats. Met un lugar bajo. Weet je wat gebeurt op een neppe hooggelegen plaats? Was aquí está pasa en un lugar alto falso. De mensen zeggen dat ze homohuwelijk legaal willen hebben. Dat mannen verwaard zijn over hun mannelijkheid. Weet je wat er gebeurt op een hooggelegen plaats van Satan? Depressie. Depression. Weet je wat er gebeurt op een hooggelegen plaats van Satan? Euthanasia. Wat er gebeurt is zelfmedicatie. Wat er gebeurt is zelfmedicatie. Therapie. Therapie. Zelfverslaving. Sí, addiction proprio. Scheiding. Divorcio. Mensen die vreemd gaan op elkaar. In Nederland kunt adulteria kort. Campo Alegre. Bij Campo Alegre. Alle dingen zijn dingen die we zien. Dit zijn signalen en symptomen van, hey, we worden niet vervuld van de Heilige Geest, we worden vervuld door de demonische geest. Y ese nada claramente señala que indica que nos nota nos está llenando nos mezco espíritu Satanás en vez que espíritu santo. En daarom staat Jezus daar. De PC is zo'n pizza genaamd. Stel de Heer God niet op de proef. Que no pone por Dios na prueba. Dus wie moeten we op de proef stellen? ¿Quién nos mete por la prueba? Moeten de duivelse geesten die we zien overal ons op de proef stellen. Tenemos mensen por Satanás, espíritu Satanás na prueba, camino a mira tu camina. Oh, maar de zin, hey, geeft dit ons leven of brengt dit dood? Vida of y ben muerto. Luister niet naar de geesten. No escucha na espíritu. Luister naar de Heilige Geest. Escucha na Espíritu Santo. Want jouw identiteit. Sommige woord identiteit. Krijg je van wat geschreven staat. Wat denk je door die lokale paraskibi? De aanbidding van je eigenaar. Ivo adoración na Dios. En niet de neppe eigenaar die op een valse hoogte wordt brengen. No adoración falso. Wat denk je Satanás? Zijn alle dingen in jouw leven gebaseerd op Gods woord?
Dat kost dan voor ons mensen ponen de ons bieden voor mij. Breng me naar mijn laatste punt vandaag. In mijn ultimo punt op aarde. Jezus kwam iets doen op aarde. Jezus bin in een mundo pasi algo. En ik denk aan slavernij. In mijn ogen pensa riba aan katibu. En denk aan wat de hele wereld heeft meegemaakt met slavernij. In waken ter mundo qua experiencia con katibu. Er zijn zoveel lessen die we kunnen leren van onze geschiedenis. Que nos tiene hope cos con posia de nuestra historia. En ik was laatst aan lopen bij een park, Oosterpark in Amsterdam. Ik was aan lopen bij Oosterpark in Amsterdam. Nou, wij kan aan een park, ik heb een Oosterpark gedaan. En er zit zo'n kunstwerk daar. Iemand meer om arte, om over die arte. En er zat een paar mensen allemaal slapen die helemaal vastgeketend zijn. Zie, dat is meer om arte, ik heb meer die hele hobby heen en aan. Wat er meer goed heen en aan een cadena. En er zat zo'n hek en zo'n deur. Zie, dat wat die manier om poorten moet aan die landen. En dan kwam een van de slaven uit de deur. Je moet er meer om die esclaven voor de poorten. En die was zo. Je hebt dat wat daar zien. Van wauw, bevrijd. We zeggen wauw, met de liefde. En ik kijk naar zo'n kunstwerk. En je hoort me met de obra lang zien. En ik zeg wauw. Met de biezen wauw. Dat is wat Jezus kwam doen op aarde. Je ziet wat Jezus behaasde in het mundo. Laten we lezen in vers 14. Laten we gaan Lucas 4, vers 4. Ben je bevrijd vandaag? Word de liefde ouwe. Of ben je nog steeds gevangen? Wat dat katibu aina. Vers 14 zegt, Jezus keerde gestrekt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. En hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, de geest van de Heer rust op mij. Er is alleen maar één geest die op Jezus rustte. Si podemos encontrar un solo espíritu que está arriba Jesús. De geest van de Heer. Que está espíritu de Dios. Niet de geest van nepheid. No espíritu de falsedad. Niet de geest van de duivel. No espíritu de Satanás. Geest van de Heer, onze Vader. Que mijn espíritu de Dios nos tata. En dat is wat God wil. Is dat wat Dios quiere? Elke vader wil dat zijn geest en zijn kinderen zijn. Tu tata quiere para un espíritu dat en ayuna. Maar een kind dat niet wil. Un yugo no quiere ser. Is eigenlijk misleid. De einde laat de camino de en je zingt, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft mij gezonden. Om aan gevangenen een vrijlating bekend te maken. Wauw. Om aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En de kerk zegt. Ik lees het op Isa. Amen. Jezus kwam met de geest om bevrijding te brengen. Que me susa min que espíritu patrese en liberación. En om bevrijding te brengen. Patrese liberación. Heb ik kracht nodig. Moet mensen die poter. En dat is mijn laatste punt voor jullie vandaag. En mijn último punto para hoy, ¿verdad? De geest zonder kracht is ongeestelijk. Sí, espíritu sin poder no está espíritu. Of met andere woorden, de geest zonder kracht is onspiritueel. Sí. Una otra palabra, espíritu sin el poder no espiritual. Alleen de geest van God kan bevrijding geven. Solamente el espíritu de Dios puede ser liberación. Als een andere geest ons gevangen maakt. Si otro espíritu tiene preso. Is dat in de geest van God? Es el espíritu de Dios. Dat is niet de geest van God. Es el no espíritu de Dios. Wat voor geest leid je vandaag? Wat spirito de guiano mo awe? De Bijbel zegt dat de kracht van de vlees telt voor niks. Kijk, we hebben de biezen voorstel die carne no ta nada. Heel vaak denken we van als ik God niet zie, kan ik niet geloven. Op biezen ko si mi no te mira Dios mi no quiere. Maar de kracht van God op Jezus. Pero el poder de Dios. Wordt niet zichtbaar. Kunt dat visibel? Was zichtbaar in de mensen die veranderd werden. Het visibel denk je heen en aan qua cambia.
Ik vraag jou vandaag. Je pregunta na vossa avita. Ben je lopen in de geest van God of in de geest van de duivel? Wat de kanalen de spirit die Dios of wat de kanalen de spirit die Satanás? Mensen die zeggen, oh, we komen van evolutietheorie. Dat is iemand die eigenlijk gevangen is in de geest van de duivel. Esse então é precisamente gênero que está preso de garra de Satanás. Mas Jesus disse, hey, ik breng goed nieuws aan de armen. Que me Jesus disse que como te trouxe boa notícia na pobre. Om alle mensen die spiritueel arm zijn, die dachten dat we evolutie of apen stamen, om die rijk te maken spiritueel. Sim, que tu disse que pobre e queira de evolução of outra coisa. Door die spiritu te sigurico. Mensen die gevangen zijn in pornografie, in masturbatie, in vreemd gaan, in afgoderij. Je slaat met de preso pa pornografie, masturbatie, idolatria. Om die vrij te maken. Pa sin la libertad. Mensen die verblind zijn door zonde. Verblind door de zonde. En wat Satan doet is de verblinde staat waar je niet kunnen zien en niet geloven. Dus als iemand zegt, ik geloof niet totdat ik iets zie. De issue is, Satan heeft jou verblind zodat je niet kan zien. Het probleem is dat Satan staat zich ciego kouden op een mira. Onderdrukte vrijheid te geven. In rest. 18 dagen. Om... Jezus wil de mensen vrijmaken. Jesus quer liberar gente. Iedereen zegt, nou, ik wil vrij zijn om me bevrijden. Ik wil dingen doen wat ik wil. En dat is ook me quer liberar para hacer lo que me quer. Me bevrijden zonder erkenning van de Vader God is geen bevrijding. Que me libertar sin reconocer Dios no tengo libertad. Ik wil je vandaag bemoedigen. Je oude mikje animao. De geest van de Heer. Espiritu di Dios. Is eigenlijk wat de kracht is die wij nodig hebben voor bevrijding. En realidad el poder que nos mister para liberarnos. En dan, de Bijbel zegt dat ze daarna vervolgens in vers 20. In versículo 20. Toen hij rolde de boekrol op en gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge worden op hem gericht. Onze ogen moeten de richting vinden van Jezus Christus. Onze richting moet bepaald zijn op onze ogen richten op Jezus. Onze richting moet determinar op onze ogen richten op Jezus. Ik was laatst gevraagd hier op een campus in Amsterdam. What is a mess met als ik met mijn zus slaap? What is a mess met als ik seks heb met mijn zus? Omdat we eigenlijk zo verleid zijn en misleid zijn door de duivelse geest kunnen we mensen zulke vragen stellen. Sí, door die taal zien desviar en dat in garen Satanás, wordt hij een zet op pregunten aanzien. De oplossing is dat we onze ogen moeten richten op Jezus. Es solución está que nos misten nos fijar en Jesús. Jezus wordt gedoopt, ik word gedoopt. Jesús es el bautizado, mi también es el bautizado. Jezus zei, ik leef zoals het geschreven is, ik leef zoals het geschreven is. Jesús dice, mi también manera es que vi, mi también es la manera es que vi. Jezus zei, hey wow, mijn eigenaar is God. Jesús dice, wow, mi dueño está Dios. Hey, ik aanbid God alleen. Ik heb met adora Dios zo. Dan zeg ik ook zelf, ik aanbid God alleen. In mijn taal met de visa, met adora Dios zo. Jezus zegt van nou, hey, de geest van de Heer rust op mij. Jezus zei, de geest van de Heer rust op mij. Zie ik, Jezus zegt van, de geest van de Heer rust op mij. Dan moet ik ook zorgen dat de geest van de Heer rust op mij. Zeg, om mijn taal met de keer, de geest van de Heer rust op mij. Jezus bracht bevrijding. En Jezus zegt, de liberación. Dat betekent dat ik ook bevrijding moet gaan brengen. Zeg, dat betekent dat ik mijn taal met die goed liberación. Vandaag wil ik Curaçao vragen. Aoi, mi que punta Curaçao. Wil je dit ook voor je medemensen op Curaçao? Boke SSI tam en papo henna na Curaçao. Als je dat wil. Si boke SSI. Geef ik een uitdaging nu. Mi dat doen nou een reto ave. Laten we gaan leven als Jezus had in Curaçao. Laten we ons bio met Jesus riba Curaçao. Laten we nu elke avond. En laten we ons bij cada toda noche. Een programma opstellen. Pa plannen een programma.
wie met wie gaat delen elke avond. Quem com quem a compartir toda noite. Want Jezus stuurde iedereen 2 voor 2 uit. Dus Jezus mandou todo mundo 2 por 2. Dus ik vraag Claudette nu. En je moet de boodschap Claudette houden. Dat alle dames een plan maken. Op maandag gaan Claudette en Mario samen delen op straat. Op dinsdag gaat mama met Hilda delen op straat. Op woensdag gaan Genesis samen met Rosaline op straat delen. Com Genesis e outro ano vai compartilhar também com Gaia. Elke dag. Que é tour dia. Elke avond. Tour à noite. Dat er iemand. Com um ano. Op Curaçao. Em Curaçao. Een kans heeft. Oportunidade. Om los te komen van de misleiding van de duivelse geest. Para ser liberado door die guia robe de Satanás. De leiderschap van de Heilige Geest. Para ser guiado door Espírito Santo. Dat is mijn uitdaging voor Curaçao vandaag. Esse é de mi reto para vosso ave. Want ik geloof. Que me taquere. Gods wil. Que Deus su voluntad. Net zoals de Bijbel zegt in Handelingen. Net zoals de Bijbel zegt in Hechos. Dat Gods wil door de profeet Joël is voorgesproken. Com Deus sua vontade a ser papeado de o profeta Joel. Com ele a ser llenado com o Espírito de Deus. Vandaag. Awe. Laten we op straat gaan. Laten we bij elkaar. Laten we spreken op woensdag. Laten we stoppen de jaren zo. En dan zien hoe het gaat. Laten we wat komen bij. Zodat Curaçao. Assim a Curaçao. Niet een verkeerde homohuwelijk krijgt. Para não vir nenhum com o matrimônio de homossexual. Para ser monohuwelijk krijgen. Monohuwelijk. Samen met hun vader God. Sim, que nós temos um matrimônio junto com os Deus. Dat Jezus. Com Jesus. De bruidegrom. Com de bruidegrom. Sim. Esposa. Esposa, sim. En de kerk, de bruid. E com todos a igreja. Dat we samen in huwelijk kunnen zijn. Goed, dan junto de matrimonio. En laat God glorie krijgen. Y la Dios haya gloria. We houden van jullie. Nos estima, pozo. En aan God alle glorie. En Dios el turno de gloria. Fijne zondag nog. Feliz domingo, pozo, turno.